vandaag de basis opzetten voor de Floral and Leaf Show. Hier zie je hem al liggen. Wat heb je nodig? Je hebt één bol baby muffin nodig. Ik ga even met crème bruin, de zandkleur is dat, laten zien hoe het moet, de basis opzet. Als je patroon gekocht hebt, kan je die uitprinten, neem je die erbij. En een haaknaald maat 3 of een maat 3,5 mm. Ik heb hier een 3 mm haaknaald. Als jij het te wat strak vindt, dan kan je altijd nog overgaan naar een 3,5 mm haaknaald. Als je het patroon uitgeprint hebt, zul je daar een diagram in zien. En met dat diagram gaan wij haken. Ik ga je enkel de punt laten zien hoe jij moet meerderen in de zijkanten van de sjaal. Zodat jij het hele patroon zelf kan gaan haken. Goed, ik ga dus de bol even niet van binnen pakken, want het is een hele zachte crème kleur. En op een witte achtergrond zou je dat moeilijk zien. Dus ik ga de bol van de buitenkant pakken. Wat ik doe, ik zet hem op zijn kop neer met de bolle kant naar beneden en de smalle kant naar boven. We pakken draad van de buitenkant en kan je hem er zo van afwikkelen. Je kan deze ook in een bakje zetten, dan blijft hij staan en zal hij niet zo gauw wegrollen. Goed, we gaan starten. We starten met 4 lossen als 4 voor de ketting, plus 3 erbij als het eerste stokje. Nou, dat is niet zo moeilijk. Wat ik altijd doe is, ik zet een los op mijn naald en die trek ik aan. Wat er dan gebeurt als we het einde in deze lus straks gaan haken, zal er niet losgaan, want het knoopje houdt de boel bij elkaar. Nu gaan we tellen. 4 lossen voor de eerste ketting, dus nummer 2, nummer 3 en nummer 4. En dan krijgen we 3 lossen voor het eerste stokje, die gesteld voor deze lus. Dus alle stokjes hebben straks een lus onderaan. 1, 2, 3 en hier is nummer 4. Dus voor die nummer 4 haken we 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. Dus die staat voor het eerste stokje en hier is de losse van de 4. Dan ga je in de volgende 3 lussen, dus vanaf de 4e lus vanaf je naald, ga je doorhaken met iedere steek 1 stokje. Dan zul je uiteindelijk 4 stokjes op een rij hebben. Dus nummer 2 dus. Hier is nummer 3. En hier is nummer 4. Nu. Ik zal het even laten zien. Dan heb je 4 stokjes op een rij. Dus nummer 1, nummer 2, nummer 3 en nummer 4. En nu moeten we gaan meerderen aan de zijkanten. Maar aan deze kant begin je dus eerst met 3 lossen voor 3 stokjes. 1, 2, 3 om de stokjes in te plaatsen. Plus, draai hem even om, want we gaan nu zo beginnen. Dus aan de rechterkant van je werk maak je 3 lossen. Plus nog 3 lossen erbij voor het eerste stokje. 1, 2, 3. Dus die derde losse die je gemaakt hebt staat voor het stokje. Nu gaan we beginnen met het eerste stokje. In de 4e lus van het finale. Dus 1, 2, 3, 4. Sla je over. En in de 5e lus maak je het tweede stokje. Je moet dus 3 stokjes op een rij hebben. Dus nummer 1. En zij dus nummer 2. Want die 3 los hier plus de losse is de ketting. Maak het tweede stokje. Plus eentje hier is de derde stok. Nu hebben we deze kant gemeerderd met 3 stokjes. En dan gaan we de stokjes pakken die we hier hebben. Let wel, je moet het patroon blijven volgen. Dus voor nu is het 3 stokjes. Even mijn draad goed doen, want ik heb mijn binnendraad om mijn werkdraad zitten. Dus nu haak je over die 4 stokjes weer ieders 1 stokje. Dus de eerste is hier. Sorry. Tweede, ga je gewoon onder 2 lussen door. Hier is de derde, ook onder 2 lussen door. En de 4e zal in de derde lus zijn, dus dat is hier. Zorg ervoor dat je onder 2 draden doorsteekt. Dat maakt je sjaal gewoon wat stabieler aan de randjes. Het zal in het begin even moeilijk zijn als je die losse ketting vrij los opgehaakt hebt, dus dan moet je even goed je naald ondersteken. Nu moeten we hier natuurlijk ook nog 3 stokjes bij krijgen. En dan gaan we al hakend stokjes aanzetten. Wat we doen, we slaan om en we gaan terug naar hetzelfde plekje hier waar we het stokje geplaatst hebben. Steken we de naald in. En haal je draad op.
Maar wat we hier gedaan hebben is eerst een losse ketting, dus dat moeten we hier ook gaan creëren. Dus dan haal je eerst je draad om de naald, dan haal je eerst één lus. Dat is nou de ketting die je gehaakt hebt. En nu maak je het stokje. Dus omslaan, door twee, omslaan, door twee. Dan gaan we nog een keer, gaan we terug naar die lus die je net gehaakt hebt. Dan steek je naald onder één draad door. Je mag er ook voor kiezen om door twee draden te gaan. Dat geeft mijn voorkeur. Draad om de naald en haal je hem op. Heb je drie lussen op de naald. En nou mis ik één draadje, sorry. Dus onderdoor steken onder twee draden of onder één draad. Moet je zelf even kijken. Draadje ophalen. Sla je draad om. Haal je hem eerst door één lus. Dat is dan de ketting die je hier ook hebt. Dus heb je nu twee lussen. En nou maak je het stokje. Zou je die even vast. Haal je hem door twee. En nog eens door twee. Sla je draad om. Want we moeten er drie maken. Hier hebben we weer die losse die we gehaakt hebben als eerste. Hier onderdoor of ook hier onderdoor. Dus door twee lussen. Dus moet je werk even iets draaien. Draad om de naald. En ophalen. Nu gaan we eerst die losse ketting creëren wat we hier ook gemaakt hebben. Dus sla je om. Haal je eerst door één lus. Dan hebben we de derde lus gemaakt van de ketting die we aan de andere kant ook hebben. Sla je draad om en haal je door twee lussen. En sla je draad om en haal je door twee lussen. Nu hebben we aan beide kanten met drie stokjes gemeerderd. Nu gaan we door met de volgende toer en gaan we gelijk beginnen met meerderen. Dus we gaan nu meerderen zoals we aan deze kant gedaan hebben, want we gaan nu het werk draaien. Dus we gaan eerst beginnen met drie lossen. 1, 2, 3. Plus drie lossen voor het eerste stokje. En nu gaan we weer in de vijfde lus vanaf de naald haken. Dus hier hebben we nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4 en nummer 5. En die nummer 5 gaan we met een stokje haken. Dus hier haak je een stokje. En in de tweede lus, dus eigenlijk vanaf het werk, de tweede en de eerste lus haak je een stokje. Nu heb ik aan deze kant drie stokjes gemeerderd. Nu ga je de stokjes weer oppakken volgens het patroon. Ik laat nu even zien hoe je dat doet. Gewoon met bijvoorbeeld een losse ertussendoor, een open ruimte. Dus dat is 1, 2 voor een gesloten vakje. En ik noem dan eentje als afscheidingswandje. Nu wil ik hier in het midden zo direct een gaatje krijgen. Dus je moet vanaf de rand 7 stokjes hebben. Dus een wandje, 2 stokjes. Een wandje, 2 stokjes. Een wandje. En nu gaan we 2 losse haken als gaatje van het filet haken. Dus het open vakje. 1 en nummer 2. Dus sla je 1, 2 steken over en in de derde steek haak je een stokje. Dat is het volgende wandje. Dat is een open hokje. Een gesloten hokje is een wandje, dus een stokje, 2 stokjes en nog een wandje. Dus heb je 4 stokjes op een rij. Als je nou dus nog een gesloten vakje wil hebben achter elkaar, dan haak je dus 2 stokjes voor een vulling te maken. Dus het vakje dicht te maken. 1 en nummer 2. En om een vakje af te ronden, haak je een wandje. Dus weer onder die 2 lussen door. En daar haak je het wandje. Dus een wandje en een wandje met 2 stokjes in het midden maakt een gesloten vakje. Een wandje en een wandje en 2 losse maakt een open vakje. Zo bouw je het patroon op. Nou, hebben we hier 3 gemeerderd, moeten we hier ook weer 3 meerderen. Dus links van je werk haak je al hakend stokjes op. Nou, we zijn dus weer aan de linkerkant, dus dan gaan we weer al hakend stokjes ophaken. Dus je slaat je draad om, je gaat terug naar de basis waar je dit stokje ingehaakt hebt. Daar steek je naald in. Haal je de draad op. Dan ga je starten met een lus te maken. Dus de eerste lus van de 3 die je aan de andere kant hebt. Dat is deze. En dan maak je het stokje. Dus de eerste stok. Nu
Nu gaan we de tweede maken. De draad omslaan, ga je weer naar die lus die je gehaakt hebt als eerste. Om de één lus of door twee lussen heen, draad om de naald en ophalen. We hebben één lus en dan gaan we de tweede lus maken van de ketting. Daar is die. Slaan we draad om en maken het stokje. 1 en nummer 2. Dus twee stokjes gemerend. Slaan we draad om. Gaan we weer terug naar de lus die je gemaakt hebt, lus nummer 2. En dan steek je naald onderdoor en haal je draad op. Nu gaan we de derde lus maken. Draad omslaan en doorhalen. Dan hebben we de derde lus. 1, 2, 3. En maken we het stokje in de lus. Voilà. Dus we hebben hier 3 lossen gehaakt voor de ketting, plus 3 omhoog. Die 3 omhoog staat op de losse, dus de derde lus die je gehaakt hebt. En dan haak je in de 5e en 6e lus haak je een stokje. Dan haak je patroon door. En hier aan de andere kant haak je al hakend stokjes op 3 stuks. Nu gaan we het werk weer draaien. En gaan we weer meerdere. Dus we haken nu dus 3 lossen voor de ketting. Dus nummer 1. Nummer 2 en nummer 3. En boven die derde maak je dus nog eens 3 lossen voor het stokje. En ga je haken in de 5e lus. Dat is dus deze en deze met een stokje. Hier is nummer 2 dus. Het tweede stokje in feite. Want die 3 lossen is je eerste stokje. En hier is je derde lus. En daar maak je ook een stokje in. Nou, nu ga je het patroon weer vervolgen. Stel dat het open vakje wat we daarnet gehaakt hebben een gesloten vakje wordt. Dan haak je dus in het open vakje 2 stokjes. Dit is nummer 2. Dus je hebt nou een wandje. En een gevuld vakje is 2 stokjes. En ter afsluiting een wandje. Nu, 2 stokjes als opvulling voor het vakje. 1 en nummer 2. Plus een stokje voor het wandje. Het stokje van het wandje van het voorgaande vakje is tevens ook het wandje van het volgende vakje. Dus dit wandje hebben we gehad. Nu gaan we het open vakje een gesloten vakje maken. Dus maak je in de 2 losse ruimte 2 stokjes. 1 en nummer 2. Afsluiten met een wandje, zodat je het vakje sluit. Nu gaan we weer een opvulling maken, dus een gevuld vakje. Dat is dus 2 stokjes als vulling, want het wandje dat staat hier al. En een wandje, dus sluit je het vakje mee af. Nu gaan we weer 2 stokjes maken als vulling van het vakje. 1 en nummer 2. Plus een wandje ter afsluiting in de derde lus. Omslaan. En het stokje is klaar. Dus we zijn hier begonnen met 3 lossen voor de ketting. Plus 3 lossen voor het eerste stokje. En vanaf de 5e en de 6e maak je een stokje in. Dan volg je het patroon. Of het nou een open vakje of een gesloten vakje is. Een gesloten vakje boven een open vakje betekent dat je 2 stokjes erin haakt. En dan ga je door. Nu moeten we hier weer 3 stokjes aanhaken. Ik laat je nog 1 keer zien hoe je moet meerderen aan de zijkanten. Ik denk dat je dan wel genoeg hebt om het patroon te gaan haken. Dus je laat je draad weer om de naald en je gaat terug naar de basis waar je het laatste stokje gehaakt hebt. Dan steek je naald doorheen en haal je draad op. Beetje losjes houden, draad omslaan en haal je hem door 1 lus. We hebben de eerste losse van de 3 die je aan de andere kant gehaakt hebt gemaakt. Nu ga je het stokje boven te los maken. Dus draad omslaan en door 2, draad omslaan en door 2. We hebben het eerste stokje aan de buitenkant erbij gehaakt. Nu gaan we het tweede stokje haken. Draad omslaan, ga je naar die lus toe, kan je door 1 of onder 2 lussen door, dan moet je even kijken wat voor jou het prettigste werkt, draad omslaan en ophalen. Nu gaan we weer de tweede lus van de rij maken, de tweede losse van de ketting van 3. Dus eerst door 1 lus, dan heb je die ketting gemaakt, de tweede lus van de ketting,
En we maken het stokje erbovenop. 1 en nummer 2. Nu gaan we de derde lus maken en ook het derde stokje. Onder 1 lus door en onder 2 lussen door. Vergeet niet om te slaan natuurlijk, want dat heb je wel nodig. Draad om de naald en ophalen. Nu heb je de derde lus bijna gemaakt. Dus je gaat omslaan en door 1 lus heen. Dan hebben we 1, 2, 3 lussen gemaakt. En dan maken we gelijk het derde stokje erbovenop. Dus omslaan, door 2 lussen halen. Omslaan en door 2 lussen halen. En voilà. Zo meerder je aan de zijkanten. Een vakje begint met een wandje, dus 1 stokje. Een vakje open, zoals hier, maak je 2 lossen, slijt 2 steken over en in de volgende haak in een stokje. Dat stokje geldt voor een wandje van dit vakje en van je volgende vakje. Dus dan krijg je hier 2 stokjes plus een wandje, 2 stokjes plus een wandje. Zo moet je rekenen. Maar elke toer begin je met een wandje en eindig je met een wandje. En het maakt niet uit hoeveel gaatjes jij in het midden hebt. Stel dat deze hele rij nou open vakjes zijn. Dan begin je dus met een stokje. 2 lossen, 2 steken overslaan, stokje in de volgende. 2 lossen, 2 steken overslaan, stokje in de volgende. 2 lossen, 2 steken overslaan, stokje in de volgende. Dan zul je zien dat je precies bovenop elkaar uit gaat komen. Dan maak je 2 lossen, stokje in de volgende. 2 lossen, stokje in de volgende. Etcetera, etcetera. Tot aan het einde. Maar aan de buitenkanten kan je geen gaatjes maken. Dan moet jij een volledig gevuld vakje haken. Dus 3 lossen, 3 lossen en 2 stokjes. En aan de andere kant 3 stokjes al hakend aanhaken. Het haakpatroon bevat 3 pagina's. Het is een diagram met deels uitgeschreven uitleg hoe je de vakjes moet haken. En je kunt deze tutorial er altijd even bij nemen als je het even niet meer weet. Deze sjaal is gemaakt van 1 bol babymuffin. Er zit 1150 meter op. Je kan hem met haaknaald 3 of met 3,5 haken. Als je echt daadwerkelijk strak haakt, zal je nog uit kunnen wijken naar 4 mm. Dan moet je zelf even bepalen wat jij het mooiste vindt. Dus ik zou adviseren, haak gewoon eens een klein stukje op. Kijk voor jezelf hoe dat eruit ziet. Is een 3,5 nog te strak haken voor jou? Ga dan over naar een 4 mm. Dat maakt met deze sjaal helemaal niets uit. Dus pas het aan naar je eigen haaktensiteit. Ik wens je heel veel succes. Vergeet niet je te abonneren op mijn kanaal. Zo blijf je ten alle tijde op de hoogte als ik nieuwe video's upload. Dan krijg je automatisch een melding in je inbox. En kun je gelijk doorhaken met de volgende projecten die ik ga aankondigen of ga maken met jullie. Ik wens jullie heel veel succes en we zien heel graag jullie creatie tegemoet op de Facebookpagina. De link vind je onderaan in de informatiebox. En ik wens jullie heel veel haakplezier toe. Graag tot de volgende keer.